Sportgala 2018. En zoals altijd is er ook de categorie Sporttalent. Daarin 3 genomineerden. En vanavond hoort de eerste genomineerde dat hij genomineerd is. Kom. Ik zoek Jim Hendricks. Jim Hendricks, die hebben we hier. Hoe is het? Goed. Want volgens mij ben jij redelijk fanatiek met tennissen. Dat klopt, ja. Dat ben ik zeker. En dat druk ik me eigenlijk nog heel voorzichtig uit. Dat denk ik ook, ja. Ik heb voor jou een verrassing. Ik sta perplex, ik ben benieuwd. Ruilen voor een racket? Tijdelijk? Ja, dat is goed. Nou, jij die? Ik het racket. Want mensen die hier allemaal heel mooi staan te kijken, Jim is genomineerd voor Sporttalent van het jaar. Jim, 17 jaar en zoveel talent. Hoeveel tijd steek jij in het tennissen? Echt op de baan sta ik ongeveer 15 uur per week. 15 tot 20. En in de fitness zijn we ook veel bezig. Ook nog ongeveer 5 tot 10 uur per week. Dus tussen de 20 en de 25 uur per week ben ik wel aan het trainen. En ook nog een beetje studeren? Een beetje studeren, ja. Ik zit 6 VWO, mijn eindexamen. Maar ik doe gespreid examen. Dus ik heb mijn laatste jaar verspreid over 2 jaar. En ik zit nu in mijn eerste jaar, dus binnenkort mijn eerste 4 examens. En heb je enig idee hoeveel ze hier staat op de Nederlandse ranglijst? Ik speel nu vooral in Nederland voor de senioren. En daar sta ik, ben ik net de top 100 eigenlijk binnengekomen. En het laatste jaar junioren was eigenlijk tot met 16 jaar. En daar stond ik ongeveer in de top 5 van Nederland voor mijn eigen leeftijd. Niet zo bescheiden, Jim. Dat is geweldig. Ja, maar kan altijd beter. Dus gewoon blijven trainen en dan zien we wel waar het schip stond. Wat is je ultieme doel? Het ultieme doel is om van mijn tennis mijn werk te kunnen maken en de wereld rond te kunnen reizen om toernooi te spelen en uiteindelijk op de Grand Slams te kunnen staan. En hoe realistisch is dat? Hoe realistisch is dat? Nou, ik werk er super hard voor en ik doe er heel veel voor. En ik kan zeggen dat het wel goed gaat. Maar ik denk als ik op deze weg doorga dat er zeker een mogelijkheid is.